augustus. En het is nu rond 5:01. We zijn onderweg. Want we gaan namelijk vandaag een paar dagen met mijn pa in een hotel in Tilburg. En vrijdag op zaterdag gaan we naar Zaltbommel. Dus daar heb ik ook super veel zin in. Ik zit in de auto met mijn zus, maar mijn zus wil niet op camera. En ik neem jullie gewoon gezellig mee in deze week. We zijn aangekomen in het hotel. We slapen in Van der Valk Hotel Tilburg. Ik ga jullie even een korte roomtour geven. Ik zie me dan mijn camera knipper. Dus ik ga heel snel die roomtour opnemen. Dus let's go. Als je de kamer binnenkomt is dit het eerste wat je ziet. Hier gaan we de deur open doen. De toilettels. Nou, dan heb je hier zeg maar nog een bankje met een kledingachtig rekje. Nou, koffiezetapparaat, een spiegel met tv. Dit is het heerlijke bed met een hele leuke achtergrond. Nou, twee stoeltjes. Nou, deze mooie lamp. Dit is trouwens ons uitzicht. Super mooi, super pretty, lekker groen. Dan gaan we naar de badkamer. Hier ben ik. Dit is de badkamer, hey, met douche, een hele leuke spiegel en een bad. We zijn dus nu in het hotel en dit doet me echt denken, kijk even jongens, dit doet me echt denken aan zo'n klaslokaal dat je daar dan de leraar had zitten en dat je dan hier studenten had zitten en dat doet me daar echt een beetje aan denken. Ik vind het wel grappig. Hey jongens, wie had dit gedacht dat Jamie in de sportschool was beland? Echt wat gezellig op de loopband. Dan heb je hier ook nog een leuk fitnessapparaat. Je hebt dan zo'n lange streep die dan overloopt in de muur. Dat is top. Dan heb je hier ook nog twee fietsen. Hier heb je zo'n roeiding of zo. En hier heb je dan zo'n fiets. En twee malletjes. Dan ga ik jullie even het uitzicht laten zien. Look at this. Weet ik niet. Nee. Maar dit is het uitzicht. Oké, inmiddels zijn we een paar uur verder. Het is nu 7:00 geweest. Het is nu bijna 8:00. Oh, wow. Ondertussen hier op de achtergrond is YouTube bezig. Mijn zus staat in de badkamer. En hier zo. Kijk, tadaa. En je kan hele mooie foto's maken, want kijk, hier heb je zeg maar ook een spiegel. Alleen het is wel een beetje duivels, want je kan je zien slapen. En dat wil je, maar we hebben zoveel spiegels in de kamer, dat dit er één is, zeg maar waar ik nu voor sta. Nou, dan heb je er hier nog eentje, tadaa. Dat waren wel redelijk spiegels. Maar we hebben super veel spiegels. En ik vind vooral die het engst, omdat je dan jezelf kan zien slapen. Dus ik ga nu even lekker zitten. Dus ja. Trouwens, de airco, die werkt niet. Dus er komt zo meteen iemand langs die het komt fixen. Het is jij en ik tegen de wereld. Of jij en ik tegen elkaar. Kijk ik in je telefoon en word ik gek. Waarom ben je nog met al die in gesprek? Wil ik je zoenen of duw ik je weg? Lachen na gevecht. Jij en ik passen perfect niet bij elkaar. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is donderdag 13 augustus. We zijn wakker. Het is 7:30. We hebben ons helemaal klaargemaakt. En we gaan zo meteen lekker ontbijten, want beneden had je zeg maar zo'n blaadje met de tijden, zeg maar hoe druk het ongeveer was. En toen nog lekker rustig. Het is ook traag. Deze trui van Maan met op mijn rug onverstaanbaar. De broek is van H&M en dan schoenen zijn van Nike. En dan heb ik het zeg maar met die kleurtjes, weet je wel, die ik gisteren ook aan had. Overgaat ook nog mijn fanny pack, ook van de H&M. En vandaag wordt een hele leuke dag en ik ben nog best wel moe,
Dus we gaan er het beste ervan maken. Dus ja, ik neem jullie gewoon mee en we gaan lekker ontbijten. Onderweg naar de kamer. We hebben net lekker gegeten. En we gaan nu weer terug naar de roomie. Oké, inmiddels zijn we weer een paar uur verder. Ik heb lekker even een dutje gedaan. En ik heb me ook al helemaal omgekleed. Dit is wat ik draag. Deze top komt van de Alcott. En die heb ik toen in Italië gekocht vorig jaar. En er staat op: I am your leader. Each one teach one. London 19. De broek is van H&M en dan heb ik het weer afgetopt met mijn Nike's. Dus dit is de volledige look. Hier staat allemaal YouTube op, want wij kunnen op de tv YouTuben. Look how cute this is. Kijk, daar heb je een soort bloemenveld. Veel bos en we lopen zeg maar nu hier op een pad. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 14 augustus. Het is nu rond 9:30. We hebben net lekker ontbeten. Het was nog best wel chaos met alles doen en zo. Dus ik film nu pas eigenlijk het intro. Maar we hebben lekker ontbeten. Ik ga nu zo meteen eventjes douchen. Daar heb ik zin in, want het is wel eventjes frisser voor de dag. En dit is wat ik draag op dit moment. De trui van Maan, de broek H&M en sokken Primark. Maar ik ga gewoon lekker een korte broek aan doen. Eigenlijk mijn outfitje van de Amsterdamse zomer. Want dat leek me gewoon wel echt weer een hele leuke outfit. En voor de rest ga ik eerst ook mijn camera eventjes in de oplader doen. Want die is bijna leeg, zie ik. Inmiddels hebben we ons klaargemaakt. We hebben alles ook ingepakt. Daar staat bagage. Hier staat bagage, tv staat aan. Dit is wat ik draag. Dit blouseje komt van de H&M met allemaal pineapples. De broek ook, eigenlijk van de H&M. En deze schoenen van Nike. En eigenlijk de hele tijd heb ik dezelfde outfit aan. Maar ook andere outfits en zo. Maar dat hebben jullie kunnen zien in de vlog. Het is altijd zeg maar, dan ga je op vakantie of zo. En dan neem je altijd weer dezelfde dingen mee. Je trekt toch wel dezelfde dingen weer aan. Omdat het gewoon lekker luchtig en het is zwierig en zo. Dus ga jullie meenemen vandaag nog. En we gaan nu richting Zaabommel. Ik spreek dat verkeerd uit. Dat is mijn ding. We zijn aangekomen in het hotel van Zaaltbommel. Het is een super mooie kamer. We kwamen hier aan. Het was echt luxer dan luxe. Oh my god, ik ga jullie een roomtour geven, want dit is echt fantastico. Oké, als je de kamer binnenkomt, is dit wat je ziet. Het is echt fucking mooi. Hier heb je het bed met spiegel. Hey. Nou, dan heb je hier ook nog een spiegel. Dan heb je hier een televisie, dus je kan lekker films kijken vanuit dit paleisje. Nou, daarboven heb je nog twee hele leuke vazen. Nou, dan heb je dit kunstwerk en dan heb je hier heb je een bank. Hij wil niet focussen, maar heb je hier een bankstel met kussentjes, een spiegel, twee tafeltjes. En dan kan je hier ook nog lekker televisie kijken. Nou, dit hele mooie gebeuren, lampie. Dan is dit de toilet. Kijk. Dus, dit is dus de toilet. Very belangrijk. Dan is dit de badkamer, jongens. Met een heel leuk, lekker bad.
met marble overal. Dan heb je hier nog meer spiegels, hey, lampen. En dan heb je hier de douche. Twee regendouches, dus je kan jump. Hey, hey, hey. Yes. Woo! Je kan allemaal dansjes maken hier. Dus het is very pretty. En ja, we gaan hier lekker vertoeven. Een dagje. Ik ga me lekker vermaken. Ik zit nu heerlijk op de bank. En dan chillings. Oh my god, jongens. Ik zet toch de trend. Kijk, dit is de nieuwe mode van 2020. Slippers. Of nou, badslippers met sokken. Oeh, 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 oeh. Stay the light. Stay the light. Ha, 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 ha. Kijk, ik walk. Dit is toch mooi? Is nieuwe Louis Vuitton slipper. Fashion, confession. Hoe? Hey jongens, we zijn in de gym. Woe. Kijk even hoe ruim dit is, joh. Love it. Lekker veel trainen. Wat? Wil je vanavond gaan sporten? Wauw. Very pretty. Very, very pretty. Is het nu tien over half vijf en mijn zus en ik zijn wakker geworden. We hebben echt een uur lang geslapen. Dus mijn vader appte net van, hey, hoe lang hebben jullie nog nodig? Een half uur daarvoor. Dus we hebben ons nu helemaal gehaast en klaargemaakt en zo. Ik heb nog steeds hetzelfde aan als net. Gewoon dat blouseje met die korte broek. En ook nog een leuk feitje, maar mijn vader en zijn vriendin die zijn verhuisd. Want in hun kamer deed de airco het niet, dus die zitten helemaal nu aan de andere kant van het hotel. Dus dat was eventjes nog leuk om mee te delen. Ik ga nu mijn laatste spulletjes inpakken. Of nou, laatste spulletjes inpakken. En dan ga ik met Quinn gezellig en hun dan eten bij de BK, bij de Burger King. Dus daar heb ik super zin in. Ondertussen zijn we weer thuis. Het bad hierachter is aan het vullen. Kijk even hoe leuk, hoe lekker dit eruit ziet. En ja, het is inmiddels, even kijken, bijna 7:30. En we hebben om 9:15 afgesproken in de lobby. Want we gaan even een drankje doen met mijn paps en zijn vriendin. En dan gaan we gezellig lekker chillen. Maar nu ga ik even het bad in en ik neem jullie gezellig mee. Nou, niet het bad in, want dat is een beetje awkward, hè? Oké, ik heb me klaargemaakt voor de allerlaatste avond hier. Ik heb deze trui aan van Maan met dit korte broekje. En dan deze schoenen. En we gingen net de Voice kijken. En dat is zeg maar 10 jaar beste audities of zo van de Voice. Dus we gaan nu lekker naar beneden een drankje doen. En laat de laatste avond maar beginnen. Oké, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Het is zaterdag 15 augustus. Het is nu 10:50. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik ga zo de deur uit met deze halsband of tulband op mijn hoofd. Waarom is het zo donker hier? En nee, grapje. Maar ik heb net gedoucht, dat kan je wel zien. En ik ga zo meteen gezondheid. En wij gaan zo meteen uitchecken.
We gaan namelijk vandaag weer naar huis toe. Het was echt een super leuke tijd. Eventjes tot rust gekomen, eventjes mijn hoofd leeg gemaakt en eventjes ontspannen. We gingen vanochtend ontbijten. Dat heb ik helaas niet gefilmd, omdat ik dacht, ja... Ik dacht, jullie zitten er niet weer op te wachten om croissantjes en ei en pannenkoeken te zien. Dus dat heb ik even achterwege gelaten. Toen we boven kwamen, toen hebben we nog in dit heerlijke bed hier gesleepings, een uurtje. En dat voelt echt goed als je na het ontbijt gewoon even nog kan tukken. Dus ja, tas is ingepakt en we gaan er vandoor en ik neem jullie mee.